Kijk, ik heb in een grote bedrijf gewerkt, in overheidsinstellingen gewerkt en ik heb nu in een klein bedrijf gewerkt. En ik moet wel zeggen dat innovaties komen het snelste uit het MKB, uit kleine bedrijven. Maar dat is met name omdat je in het MKB echt moet zijn en kan zijn. Ook als solist of gek of wat dan ook. Terwijl je in een groot bedrijf veel vaker opgaat in de commune en veel meer sociaal moet acteren. Op het gebied van innovatie hang ik de stelling aan dat echte innovatie komt van kleine bedrijven en niet van grote bedrijven. Dat heeft te maken met enerzijds dat kleine bedrijven hebben vaak ondernemerschap, de vrijheid van ondernemerschap. Ze hebben geen, noemen we het legacy, geen traditie, geen kannibaliseringsaspecten. En ten derde, ze kunnen zich eigenlijk vechten tegen de grote bedrijven. Ze hebben een vijand te kiezen. Dat helpt ook vaak met innovatie. Het allerbelangrijkste is passie. Mensen die hiermee bezig zijn, die moeten gepassioneerd zijn om iets wat ogenschijnlijk misschien pas heel klein is, om te durven dromen dat het heel groot kan worden en ook het doorzettingsvermogen te hebben. Ik denk dat je de juiste mensen op de juiste plek moet hebben en ik denk dat het heel belangrijk is dat er voldoende financiering komt om met name ook medische innovaties die over het algemeen veel meer tijd nodig hebben om tot wasdom te komen, om dat gemakkelijk te kunnen faciliteren. Ik denk dat daar grote uitdagingen liggen voor de markt. Opknippen, ik geloof heel erg in het Eckhard Winston principe. Gewoon kleine cellen, 30, 40 man maximaal. Ik vond dat in mijn oude bedrijf, toen we 30, 35 man werden, dan zag je in één keer dat de rommel op de grond niet meer wordt opgeraapt, dat de keuken een zootje wordt. Als iemand overloopt van ellende, van de hoeveelheid werk, dat anderen niet meer helpen. Ik geloof dat 25, 30 man dat de maximaal is. En misschien ook geen resources delen. Net zoals Eckhard Winston zei, hou alles bij zichzelf. Maak ondernemers van mensen. Geen staftaken doen. Dus HR, gewoon bij de baas. Finance, bij de baas. Want dan zit hij er namelijk bovenop. Dus kleine cellen. Ik denk dat zou voor mij, ik ga dat in ieder geval, als we nu groter worden, ga ik dat doen. Er zijn allerlei voorbeelden van grote bedrijven die heel innovatief kunnen zijn. Google, maar Tesla is toch ook echt een serieus bedrijf, ook super innovatief. En bedrijven die hun hele businessmodel omgegooid hebben. Kijk naar IBM, was hardware leverancier, is nu software leverancier. En dat was niet het minste bedrijf. Dus het kan wel. Maar ik denk dat het uiteindelijk komt het neer op de mensen die de visie en de wil hebben om die verandering teweeg te brengen. Innovatie is heel makkelijk in een groot bedrijf. Omdat de doelen over wat er moet gebeuren, hoe je waarde toevoegt, wat wordt veiliger, wat wordt milieuverantwoorder, wat wordt goedkoper of wat kan in één keer wat eerst niet kon, die is altijd heel duidelijk in een groot bedrijf. Ik denk dat waar we een mooie samenwerking zien met bijvoorbeeld start-ups, is dat die vaak vrij snel kunnen zijn. Die kunnen één of twee alternatieven samen uitwerken of onafhankelijk van elkaar uitwerken. En dus de echte succes ligt in hoe je als groot bedrijf met kleine bedrijven schakelt. En wij hebben een Shell Technology Ventures Company die niets anders doet dan dat soort mogelijkheden opzoeken en die volledig uitnutten. Dus je moet als groot bedrijf niet zeggen van het gaat automatisch goed. Nee, je moet als groot bedrijf juist blijven zoeken naar manieren waarop je innovatie op zichzelf verder innoveert. Well, one of the things a big company has to do is to have foresight and has to look deeper into the future. What we see is that the early adopters are going away. So you can't just look for small companies that are starting up that are doing well and then wait till they get established and buy them perhaps or compete with them later. That's what big companies used to do. Today, by the time a small company is successful, it's going to be very, very successful. The reason for that, we say, is what we call big bang disruption, which we're talking about here today and is coming up. And it's because things can be cheaper and better at the same time through technology. And that's what these new innovators are offering, is really the perfect solution many times.